Dit is In de Podcast. Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Deze zomer praat ik met een aantal raadsleden. En de eerste is Rosalie Thomas van de Stadspartij Nijmegen. Mijn naam is Raimond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 166 van In de Podcast. Mevrouw Thomas, welkom. Dankjewel. Welkom terug moet ik zeggen. Je was een van de eerste gasten van de, van de toen nog jonge In de Podcast. Um, het is zomer, dus we, het is het moment om eens ja, wat terug te blikken en wat vooruit te kijken. Dat gaan we doen het aankomende half uur. Um, ja, laten we maar eens beginnen bij de, bij de verkiezingen, want um, ja, het was een grote verrassing, die uitslag. Of viel het wel mee? Nee, dat was zeker een verrassing. ja. Ja, we waren toen heel blij verrast. Uh, ik weet niet of, sommige mensen waren erbij in het stadhuis. Al Zeker. toen de uitslagen bekend werden. Het was een groot feest. Ja, nee. We hadden allemaal wel gehoopt. Maar onze hoop werd nog overtroffen. Ja, ik zie de stadspartij Polonaise nog voorbij komen. Dus het was een groot feest. En één klap de grootste. Wat doet dat met zo'n partij? Ja. Zo'n avond was het feest. Dat snap ja. ik. En uh, de eerste reacties toen. Ik heb met fractievoorzitter. En die Gutters nog gesproken. En die, ja, die had bijna geen woorden. Zo, uh, zo mooi was het. En toen? Wat gebeurde er toen? Nou, ik denk dat je dat in één woord kan vatten: met verantwoordelijkheid. Het geeft een grote verantwoordelijkheid. Dus de kiezer heeft heel veel vertrouwen in ons uh, gelegd. Dat moet je ook waarmaken, daar moet je iets mee. Dus je moet ook verantwoordelijkheid dragen. Dus je bent uh, van de, een, 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 een oppositiepartij uh, uh, eigenlijk een, 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 een coalitiepartij geworden. Mensen ja. verwachten dat dan ook van je. Dus je moet ook uh, dat, daar iets mee. Ja. Uh, het geeft ook een verantwoordelijkheid, omdat je een groter team krijgt. Dus je moet ook meer uh, mensen opleiden Zeker. en uh, begeleiden. Ja. Ja. Dus van feesten naar verantwoordelijkheid. Ja. <laughs> ja, daar doe je het ook voor, toch? Dus ja, uiteindelijk ook, uh, wel. Ja. Ja, want de rest komt nie niet om u heen, zeg maar. Want um, dat is natuurlijk uh, ja, fors. Ja, klopt. Ja, nee, de informatie uh, heeft de grootste partij nog wel even geprobeerd hè, om, om ons heen... Uh, te formeren, maar uh, dat bleek, uh, ja. bleek niet. Ja, ik zeg net, grootste maar was natuurlijk de grootste winnaar, hè? Ja. De, grootste, de, de grootste verrassing. GroenLinks uh, um, was wederom de grootste. Um, ja, die wilde in eerste instantie toch nog uh, om u heen. Ja, dat proefden we wel een beetje. Hè. Het was ja. een beetje zo'n zo, 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 rituele dans krijg je dan, kennelijk. En Het uh, nee, ja, duurde wel een paar weken voordat ze ons echt aan tafel uitnodigen van nou we gaan toch met jullie uh, ja. eerst eens praten. Dus dat merkten we wel uh, dat ze een beetje aan het zoeken waren van uh, ja, waar merk je ja, dat dan aan? Uh, dat merk je aan de, aan de twijfel en een beetje een, een, een terugtrekkende beweging of zo, een beetje aftasten. Uh, ik kan me wel voorstellen, je zoekt als eerste bij uh, de partijen die uh, in ideële zin, zeg maar, dichtst bij je staan. En ja. dat is niet per se GroenLinks en Stadspartijen uh, automatisch, denk ik. Nee. Dus dat is niet zo gek. Nee. Of kijk ja, ze nu een beetje van, nou, of naar uw partij bedoel ik dan, hè? Zo van, nou, die tussen lokale partijen, daar fietsen we nog maar eens even omheen. Ja, dat hadden ze misschien wel gehoopt. Ik kan me voorstellen dat ze het liefst door. met wat linkere partijen op de linkerflanken hadden geformeerd. Dan mm -hmm. uh, hoeven ze wat minder in te leveren over ja. hun eigen ambities. Uh, ja. Ja, en de tijd van de, de arbeid was er ook nog even bij, maar dat ja. Uh, ja. werd hem ook niet. Nee. Ik heb in de tijd de fractievoorzitter nog wel gesproken en ik zei tegen haar... Goh, als je nou deze vier jaar niet meedoet, dus zeg maar geen deel neemt aan de coalitie... dan ben je over vier jaar de grootste, voorspelde ik haar toen. Nou, ik heb geen voorspellende gaven, um, maar hoe kijkt u naar die analyse zo halverwege... Stel dat u nog een jaar, een termijn in de oppositie was blijven zitten. Ja, ik, ik heb die vaker gehoord door die analyse. Het is een beetje koffiedik kijken, sowieso. Zeker. Ik, als je de kiezer heeft, is gewoon een heel groot aandeel van de kiezers, heeft vertrouwen in ons gelegd. En dan ja. moet je die verantwoordelijkheid gewoon nemen. Zeker. En uh, al, nu, al bezig zijn met de verkiezingsstrategie voor de volgende keer, dat vind ik dan ben je te veel bezig met het belang van je eigen partij. Ja, en begint de printcampagne niet op de dag na de verkiezingen? Nee. Nee, ik ben dan vooral echt met de stad bezig en, wat ik, uh, en, en je krijgt dan de gelegenheid om een heel aantal van je eigen ambities uh, in te gaan brengen ja. in het coalitieakkoord en in de raad. Uh, dan moet je die kans pakken ja. en dan moet je niet vier jaar wachten. Nee. nee. Goed, op enig moment was GroenLinks zover om um, dat ze door hadden dat ze toch met die stadspartij aan tafel moesten. Waar kwam dat eigenlijk door, denkt u? Nou, ik denk dat ze ook wel zagen dat uh, dat, dat het meeste rechter zou doen aan de verkiezingsuitslag. Ja. Ja, misschien zat er bij hun wel een, een, een angst voor de volgende verkiezingen ook achter. Uh, uh, maar ik, ik, ik herinner me wel een opmerking tijdens de coalitieonderhandelingen over um, ja, dat wij uh, kennelijk beter begrijpen wat er in de samenleving leeft dan, 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 dan de andere partijen. Als je tweede wordt. En dat ze dat ook wel uh, vanuit enige zelfreflectie misschien ook wel wat gemist hebben. Zoals de GroenLinks had natuurlijk wat ingeleverd. Uh, en dan gaan ze op sommige ambities toch ook een beetje te snel en te hard. Um, dus dan werd ook wel naar de Stadspartij gekeken van nou, dan hier dan, dan de vertegenwoordigen ja. een deel van de bevolking wat, wat verder van ons af staat, dus is het misschien goed om dat samen te brengen. Ja, dat zou je met een lelijk woord paaien kunnen noemen. Ja, wie weet. Ja. ja, dat is het toch ook, Coalitieonderhandelingen, het ja. liefst wil je gewoon... Uh, uh, dezelfde vermeerderheid hebben, dan kun je je hele verkiezingsprogramma in één keer uitvoeren. Ja, zeker. Ja. Maar uh, ja, het is een beetje paaien, het is een beetje afstand nemen. En uh, ja, zo werkt het. Ja. Nou, over dat verkiezingsprogramma komen we nog wel even te spreken. Uh, natuurlijk in combinatie met het coalitieakkoord dat werd gesloten. U zei het net zelf ook al: uh, grote partij, dus ook grote club in één keer. Veel uh, nieuwe raadsleden. Ja, die moesten uh, het vak nog leren, denk ik. Ja, klopt. Ja, ideaal ben je al een poosje fractievolger, dan, uh, dan stroom je in als raadslid. Daar zelf uh, acht jaar over gedaan uh, om vanaf de zijlijnen te volgen, dus dan, uh, dan kom je al redelijk geoefend uh, en getraind uh, in de raad. Uh, maar dat was nu niet bij iedereen het geval, dus dat, uh, dat geeft ook wel een mooie dynamiek in de groep. Ja. Uh, maar er valt veel te leren. Ja. Ja. Hoe gaat dat? Dat gaat, uh, dat, gaat uh, dat is ik vind het interessant. Er gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Je kunt niet, uh, dat is niet in een maand training dat je dan denkt: nou, dan weet je alles wat, uh, wat erbij nee. komt kijken om raadslid te zijn. Er is geen, geen opleiding voor. Uh, uh, het gaat niet uit een boekje. Um, los van dat je moet weten hoe, het, hoe de mores van de raad zijn en hoe alle instrumenten werken. Zoals hoe je, schrijf je een motie, hoe kun je vragen stellen. Uh, moet je toch gewoon van al die dossiers die er lopen, ja. moet je ook gewoon ingroeien. En, uh, dus het is gewoon heel veel tijd investeren en uh, veel uitleggen. Dus de, de, de rol van, uh, van mij en, uh, en collega Wendy Grutters, onze fractievoorzitter, veranderde ook veel meer van uh, uh, alleen maar raadslid zijn in de oppositie naar uh, echt bouwen ja. aan een ploeg. Dat is ook eigenlijk wel heel leuk om te doen. Ja, we zijn twee jaar verder. Ja. Hoe staan we ervoor? Prima, ja. 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 Je merkt nu wel uh, um, uh, ja, dat iedereen inmiddels wel weet van hoe het in de rand en hoe het in de ja. raad uh, werkt en ook wel zijn draai daarin begint te vinden. Um, zodat we weer zelf ook wel meer, uh, weer meer aan de inhoud toekomen. Ja. Zeg maar, als van uh, wie vindt u nou dat hij echt uh, ja, op de meest succesvolle manier... het stadspartijgeluid laat horen van uw fractiegenoten? Wie is nou mm. zeg maar, de nieuwe Rosalie Thomas, uh, Wendy Grutters uh, van, van de toekomst? Nou, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar uh, ik ben, ben altijd zelf bijzonder trots op de fractievolgers. Want ik vind het af en toe wel... Uh, uh, het is bijna een hondenbaan, hè Waarom zou je het doen? Ja. Sowieso in de politiek instromen is... Uh, is uh, niet per se wat heel veel mensen willen. Uh, want er komt ook een hoop op je af. Een enorme tijdbelasting. Zeker. Maar zeker voor fractievolgers, want die krijgen niet eens een vergoeding ervoor. Nee. Maar toch staan ze er iedere keer. Dus die zou ik dan wel willen uitlichten, denk ik. Uh, dat zijn dan ja. onze Diana Krol en uh, Sam Jettens. Sinds kort uh, Jelle de Porter. Uh, die doen het erg goed. Vind ik ook erg enthousiast en uh, erg gemotiveerd. Ja. Dus... ja, er komt zelfs een jongere afdeling, hoor ik. Klopt. Ja. Zo. ja. Dat, uh, voor zo'n relatief jonge partij, als de Stadspartij, is dat vrij snel toch? Ja. Nou ja, dat kun je zeggen, maar uh, nou inmiddels zijn we ook net volwassen dan eigenlijk. Hè? Want we bestaan eigenlijk al sinds 2002 met onze voorlopers uh, inbegrepen, vanaf Ben van Hees uh, bekeken. Ja. Uh, maar met name de, door de komst van Kees de Beren als raadslid uh, en jong in de fractie uh, is er wat meer uh, belangstelling voor jongeren. Sam Jetten en Jelle de Poorten noemde ik al, mm -hmm. allebei, uh, allemaal jong. En die gaven ook aan van, ja, we willen daar, we willen daar wel wat meer mee. Ja. We vinden ook dat het geluid van jongeren steviger mag doorklinken in de politiek. Dus ja. dan, uh, ja, daar zijn ze al een poosje mee bezig om dat ja. op te tuigen. Oh, jongeren interesseert het helemaal niks. Nee, dat, nou ja, dat, nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat, uh, dat, dat, dat het vooral onbekendheid is. Uh, maar ze hebben wel vaak een scherpe mening. Ja. En die mag ook uh, gehoord worden. Ja, ja dus... maar dat is nog geen politiek. Nee, maar dat is ook niet per se de essentie, denk ik, van een jongeren tak. Het is wel uh, dat we vaker organiseren dat jongeren ook een stem krijgen in bepaalde ja. dossiers of dat je met elkaar in gesprek uh, gaat. Dus het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met lokale ja. politiek. Ja. Nieuwe raadsleden, nieuwe collega's voor u in de fractie, maar ook uh, nieuwe wethouders. Twee stuks van de Stadspartij. Dat is ook nieuw. Ja, klopt. Hoe is dat bevallen? Nou, voor hen zelf denk ik vooral is het heel bijzonder geweest, heel eervol. Ook uh, okay, even zoeken naar een nieuwe rol. Want ze waren natuurlijk wel al behoorlijk ingevoerd ja, ja. in de politiek. Uh, maar een raadslid is iets heel anders dan, dan wethouder ja. zijn. Maar ze zitten bij allebei wel op portefeuilles waar ze echt een hart ook hebben liggen. Uh, en, en dat merk je ook wel. Uh, dat begint ook wel echt aardig uit de verf uh, te komen, merk ik. Ja, ja maar er zat ook wel een zeg maar warm op uh, tijd aan. van ging eraan vooraf, hè? Zeker, ja. 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 Maar ook even een terugblik zo van de afgelopen twee jaar. Staan ze er goed op, vindt u? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja ik vind, uh, vind het belangrijk dat ze dat ze zichzelf ook uh, goed laten zien in de stad. Hè? Dat je ook uh, zichtbaar en benaderbaar bent. En ja. dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat vind ik ze. ook echt een stadspartij. En dat doen ze. Ja, ja, en het was gewoon even zoeken. Het zijn ook geen makkelijke tijden per se, uh, bijvoorbeeld zon en bron op werk en inkomen. Ja, daar komt natuurlijk veel op je af, een ja. armoedebestrijding. Um, ja, ja. Ja. Toen de coalitie uh, begon, was er nog geen oorlog in Oekraïne. en een hele energiecrisis op je afgekomen. Ja, dat, dat is echt alle hens aan dek. Mm het -hmm. is dus gewoon keihard werken. Um, maar Sean heeft het afgelopen jaar ook wel een aantal mooie, ja. uh, mooie zaken bereikt, uh, bijvoorbeeld het kwaismarkbeleid. Nu kwamen die twee wethouders ook in een, uh, in een college met twee door, met een aantal door wolgeverfde wethouders, uh, zeer ervaren. Dan moet je maar tegenop kunnen boksen. Ja, dat denk ik. Ja, ik zit niet bij de collegevergadering. Nee, maar u wordt dus, vast ja. wel eens iets. Ja. Uh, ja, nee, ik hoor zeker wel wat, maar ik hoor niet echt veel geluiden over dat er een enorm strijd in het college wordt uh, geleverd nee. of zo. Uh, nee, nee. Dit is in de podcast. Nog heel even terug naar die verkiezingen, want uh, u was de grootste winnaar. Um, dat schept een boel verantwoordelijkheden. Dat zei u zelf ook al, hè? Niet alleen in het college, maar vooral ook vanuit de raad natuurlijk, hè? Um, heeft u die verwachting al waargemaakt? Ja, het is eigenlijk niet aan mij om over te oordelen. Hè. Dat blijkt aan de volgende verkiezingen, denk ik. Uh, het is aan de kiezer om daar iets over uh, te vinden. Uh, ik denk dat we wel veel van onze ambities hebben kunnen inbrengen in deze, in deze coalitie. Um, maar de aandacht ligt natuurlijk vaak wel op de dingen waarvan iedereen naast zijn water aanvoelt. Dat daar uh, uh, het meeste wrijving zit tussen uh, onze ambities. Hè. Dan heb ik het bijvoorbeeld over mobiliteit. Uh, dat trekt ook altijd veel pers en, uh, en aandacht. Uh, het haalt ook een beetje de aandacht weg van hele belangrijke dingen die je wel hebt weten te bereiken met elkaar. Noem maar eens een paar. Nou, ik vind bijvoorbeeld het arbeidsmarktbeleid, dat noemde ik net al. Uh, dat is niet iets. Uh, ik vind sowieso het sociaal domein veel te weinig publiciteit uh, altijd trekt. Uh, is wat minder spraakmakend dan wat, wat tastbaar is uh, om, de hoek van de, om de hoek van de straat, Zeker. zeg maar. hè. Uh, maar dat John het voor elkaar heeft, dat je uh, vanuit één loket geholpen gaat worden, en niet meer als nummertje van loket naar loket wordt Ja, ja dat vind ik wel echt een heel uh, belangrijke ja. verdienste. Ook een beetje achterstallig onderhoud, zou je kunnen zeggen. Ja, dat de nadelen van, de, van dat hij dat waargemaakt heeft. Hè? Maar dat had Anne over de 2024 natuurlijk al aan geregeld moeten zijn. Ja, maar het is heel taai, omdat het dan een gemeenschappelijke regeling is. En je doet dat met allerlei randgemeenten samen. Uh, je bent af overgeleverd aan instanties zoals het werkbedrijf. Uh, ja, dat ontschotten en, uh, en, en een beetje onbureaucratisch denken. Dat de station Bron wel besteedt maar ja. aan, aan dat soort instanties misschien wat minder. Ja. Dus dat, dat vergt heel veel kopjes koffie en heel veel praten mm -hmm. en overtuigen. En om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat vind ik best wel knap. Ja. En dat betekent echt wel wat uh, voor mensen ook. Uh, ja. Noem nog eens één? Nog eens één. Um, nou, ik ben zelf. Heel veel mensen associëren mij met cultuur en erfgoed. En heel trots op dat er nu een veel betere erfgoedsubsidieregeling uh, uh, ja. staat, dat betaalt zich nu ook. Uh, Flink uit, er is eindelijk gewoon zekerheid voor een aantal grote erfgoedinstellingen. Um, ja, zolang ik de politiek volg, een jaar of twintig, uh, was het altijd behelpen. Erg noem ik daar enorm aan. Ja. Dus ik ben gewoon blij dat er nu zekerheid is voor de, voor de Stevenskerk en uh, ook voor ja. de broeders van de Moruis. Ja, was, was, was uw partij natuurlijk ook uh, voorstander van de volkscultuur. Ja. Um, toch gaat het de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar over de, zeg maar, hoge cultuur. Met, uh, met de kosten voor het museum en de verbouwing van de, van de schouwburg die eraan zit te komen. Waar blijft die, uh, die volkscultuur, waar u het dan uh, zo over heeft? Ja, heb vaak gehoor, we hebben we het wat minder over de dingen waar het goed mee gaat. Dus ik denk dat het met de volkscultuur gewoon juist goed gaat uh. Ja. Nou ja, met name dat carnaval, daar was, daar was het gewoon geen automatisme dat die ondersteuning kregen vanuit de gemeente. Dat ja. hebben ze de afgelopen jaren wel uh, gehad, dus die hoor je niet meer. Um, en volkscultuur is ook opgenomen in de subsidieregeling waar ik het ja. over had. Dus er is nu uh, veel meer ruimte om kleine projecten op te tuigen die recht doen aan het behouden van ja. die typische Nijmegen. Wat dat, uh, dat carnaval betreft, hè, uh, hoe, hoe verhoudt zich dat eigenlijk? Hoeveel Nij Nijmegenaren vieren carnaval en hoeveel geld gaat daar naartoe en, en in hoeverre is dat nog te rechtvaardigen? Nou, het, zijn, het gaat om kleine bedragen ten opzichte van, uh, van uh, grotere culturele instellingen die minder bereik hebben. Dus als je die balans opmaakt, dan, uh, dan uh, vind, ik heel, vind ik die heel erg te verdedigen. Uh, wat weinig mensen zien is denk ik dat carnaval veel meer is dan alleen maar in die hostent een biertje uh, en een beetje hoempapa muziek uh, uh, nuttigen. Maar het zijn met name die carnavalsverenigingen die een heel sociale hmm. rol ook hebben. Uh, die op ziekenbezoek gaan, die scholen afgaan, uh, die... Uh, Allerlei activiteiten optuigen zeker. voor kinderen uh, in, in wijken waar, uh, waar de hoge cultuur zeg maar wat minder snel komt. Dus dat uh, vind ik echt ja. belangrijk. Nee, maar dat zou je natuurlijk ook het verenigingsleven is zeker belangrijk. Maar dan kan je, dat kun je natuurlijk ook zeggen van een doorsnee voetbalclub of hockeyvereniging. Ik noem maar wat ja, dat zou kunnen. Ja. ja, op het moment dat die volkscultuur optuigen, kunnen ze ook gebruik maken van die regio. Nee, maar ja. ik bedoel ik, like, maar die hebben die nemen diezelfde taak. Die, uh, die, die hebben ook, die houden ook verenigingsleven in stand. Dan krijgen daar misschien wel geen geld voor. Nou, dat ondersteunen we volgens mij als gemeente. Ja, Dan kom ik weer aan een andere wethouder. Ja, je, een wethouder precies. broer, hè? Ja, sport. Sport, ja. ja Sportclubs proberen in alle, allerlei uh, mogelijkheden te helpen om juist hun maatschappelijke rol ook uh, Ja, ja. Dus u zegt eigenlijk, die volkscultuur, dat zou dezelfde zeg maar, hoogte moeten komen als sportverenigingen en allerlei andere verenigingen die ja. in het verenigingsleven, zeg maar, ten goede komen. Ja, zeker. Okay. Ja, sport en uh, volkscultuur niet voor niks bij ons en een belangrijke rol in het, uh, ja. in het uh, programma, ook in het coalitieakkoord gekregen, ook uh, de posten van onze wethouders. Uh, dus dat was veel onzichtbare uh, inspanningen, maar daar wordt veel aan gedaan. Vrienden van de VVD, die gaan er nog wel eens stevig in. Noemen de stadspartijen de meelopers van GroenLinks. Hoe kijkt u naar die kritiek? Ja, een beetje zuur. Soms ik snap het ook wel. Uh, je bent de oppositiepartij, dus je probeert uh, wat. Kritiek is vaak zuur, hè? Uh, ja, maar het gaat vaak over de vorm en te weinig over de inhoud. Dus dat vind ik soms wel jammer. Dat we vooral uh, over kritiek op de inhoud hebben. Ik snap dat zij een heel ander mobiliteitsbeleid voorstaan en mm -hmm. daar uh, regelmatig op aanslaan. Nou, dat moet ja. ook en dat mag ook dat geluid. Uh, ja, maar deel ook. van het mobiliteitsbeleid kwam natuurlijk ook wel uit uw uh, verkiezingsprogramma. En daar, daar is toch wel het een en ander van overboord gemoeten. Ja, deels wel. Hè. Dat, uh, dat is nou eenmaal de verhouding in deze, in deze raad. Dus daar heb je ook mee te dealen. Uh, daar moet je ook voor staan als je in het college zit. Um, maar de stadspartijen had worden vaak als vaker door de VVD weggezet als een soort VVD-light. In het begin maakten ze een grapje over uh, dat we vroeger vriendjes waren op het schoolplein, maar dat we nu nieuwe vriendjes hebben. Ja die vond ik wel heel erg flauw. Uh, want dan maak je van ons een soort, uh, een soort uh, alternatief voor de VVD. Met zijn uh, uh, pro-auto beleid. Ja, of de VVD bedoelde, uh, vroeger waren we, zaten we allebei in de oppositie en, uh, en nu niet ja. meer. Nee, ja, zo. Gaan die ja, dingen. ja. Nee, maar op ja. inhoud uh, snap ik dus die discussie wel, moet ik zeggen. Ja, op inhoud zeker. Ja, ja dat mag ook. Ja. Ja. Komt dat goed? Tussen ons en de VVD? Ja. ja, vast wel. Ja, ja nee, dat... Uh, als je daar niet tegen kan, dan moet je niet in de politiek gaan. Dat is natuurlijk nee. een beetje plagen en uitdelen en, uh, en uh, ja. paaien en versieren, wat ik al zei tijdens ja. de coalitieonderhandelingen. Na de volgende verkiezingen zijn dingen weer anders en dan uh, kun je met elkaar door één deur en dat ja. gaat achter de schermen ook prima. alleen die volgende verkiezingen die duurt nog twee jaar. En um, als ik een beetje de, de thermometer in de gemeenteraad steek, om het even zo uit te drukken, dan voel ik toch nog hier en nou daar wel een beetje koortsig pijn, uh, zou ik maar zeggen. Het gaat allemaal niet meer zo gezellig als het ooit was. Nee, ja, maar dat is denk ik de tendens van, van deze tijd ook. Um, het is toch allemaal een beetje wat, ja, wat scherper op, uh, op, uh, op de vorm, op de persoon soms ook een beetje. Uh, dat was vroeger minder, uh, maar dat zie je in de hele politieke ja. arena denk ik gebeuren. Het vergelijkt met hoe het uh, soms in de Kamer gaat of uh, Ik hoorde laatst iemand van zeggen uh, Arnhemse taferelen in de Nijmeegse Raad. En daar was de sfeer natuurlijk uiteindelijk ook niet meer zo ontzettend goed, druk ik ja. gematigd uit. Ja, daar moeten we dan bij wegblijven. Ik denk dat het ook wel meevalt. Ik loop natuurlijk zelf in de wandelgangen, en ook dat haalt dan de krant weer niet. Maar de sfeer onder elkaar is daar op zich nog wel prima. Ik hoor echt andere geluiden. Ja? Ja. Ik, ik hoor niet. zeker ook na, dat, uh, na die motie van, uh, van drie partijen over de communicatie rondom Gaza, of uh, Palestina moet ik zeggen. Um, toen was het echt wel even. Uh, nou, toen waren er wel een paar mensen behoorlijk boos. Dat klopt. Ja, dat heb ik ook uh, gezien. Uh, en daar was ik natuurlijk ook bij. En dat snapte ik ook. Ik ben een van de raadsleden die is opgestapt. en ja. dacht een belachelijke motie om uh, in de raad te gaan bespreken. Ja. Uh, omdat je helemaal niet de nuance van dat debat in kan... wat, het, wat dat zo'n thema nodig heeft. Uh, maar ik heb ook gezien dat we vorige week... Uh, uh, het, het politieke jaar weer hebben afgesloten met een barbecue... en daar staan we allemaal weer samen. Ja, ja. Dus, uh... Bijna allemaal, begreep ik. Hè? Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, ik, ik, waar ik het wel over wil hebben... want die verhouding tussen de oppositie en de coalitie... die is, uh, die is vanaf het begin af aan moeizaam, heb ik de indruk. Uh, het, het, het verkiezingsprogramma had een hele mooie harmonieuze naam. Hè? Uh, ik moet altijd even kijken. Ons Nijmegen, stad van iedereen... Ik hoor wel eens mensen zeggen het is van iedereen, behalve van de oppositie. Ja, dat vind ik een beetje kort door de bocht. Eerlijk ja? gezegd. We werken heel veel samen, ook met de oppositie. Ja, dat wordt dan vaak niet, niet benoemd of niet gezien, maar nee. Maar u herkent helemaal niets van het beeld dat oppositiepartijen harder moeten vechten om moties aangenomen te krijgen, om wethouders ze zo laten appreciëren dat er ook nog een beetje rek in zit. Die, die, die geluiden die hoort in, die, die herkent u helemaal niet? Nee, natuurlijk wel. Ik heb zelf ook in de oppositie gezeten. Uh, en daar merkte ik precies hetzelfde. Ja. Dus dat het nou uh, echt eigen is voor deze coalitie. Natuurlijk heb je als coalitie heb je een, een pact met elkaar gesloten. Hè? Dat ja. is het coalitieakkoord. Daar probeer je ook bij elkaar uh, aan vast te houden. Uh, dus dat, dat merk je gewoon af en toe. Maar op heel veel fronten uh, werken we juist ook samen met de oppositie. Ja. Uh, maar twee uh, voorbeelden noemen. Uh, de koers voor de binnenstad, natuurlijk veel besproken. Ook uh, uh, veel zorgen over met name het mobiliteitsbeleid. Ik toch samen met het PvdA opgetrokken om daar toch een aantal dingen in uh, veranderd te krijgen. Ja, dat uh, vindt uh, vind de coalitiepartner niet per se altijd heel prettig natuurlijk, dat je zaken gaat doen met de oppositie. Uh, maar daar probeer je toch ook je eigen geluid in te brengen. En, ja. uh, onlangs ook met zero-emissiezones, ja, daar staan we echt tegenover, de andere twee ja. uh, coalitiepartijen. Ja, dan ga ik toch samenwerken met de oppositie, omdat ik denk dat dat recht doet aan wat wij, uh, waar wij voor staan. Nou, ja. Uh, ja. Het waren geloof ik maar liefst vier moties geloof ik hè, over die zero-emissie. Ja. Zit u uh, hoog. Het waren uw moties, geloof ik ook, hè? Ja, allemaal mijn moties, ja. Laat het nog even kort uit. Wat was de bedoeling van die moties? Nou, je, je merkt uh, dat we al een aantal jaar geleden, volgens mij vijf jaar, hebben we besloten om de zero-emissiezones te gaan invoeren. Uh, dat is onderdeel van een landelijk uh, pact om uh, meer schonere lucht uh, ja. en uh, schoner vervoer uh, op de weg uh, te krijgen. Ehm um, ja, dat, 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 dat is een plan waar wij toen niet per se voorstander van waren. Uh, maar we snappen wel die ambitie om een schonere stad te creëren. Maar je merkt gewoon vaak in de uitvoering uh, dat het daar dan toch te snel gaat voor bepaalde ja. doelgroepen. En dat merken we hier ook. En dan loop je aan bepaalde mensen een bepaalde doelgroepen voorbij. En dat hebben we met vier moties proberen te repareren. Ja, ja. ja. en dan komt weer weer lokker niet op de telefoon met de waarbij Waar ben jij nou helemaal mee bezig, Thomas? Nee, dat niet. Nee, ik merk wel dat hij, dat, dat hij, dat hij, dat hij, dat hij ze lastig vindt. Dat hebben we ook gezien in het debat. Hè? Ja. dat was een debat tussen Precies. mij en Quirijn met name. Ja, ja fractievoorzitter van GroenLinks. Juist. En, uh, dus nee, dat merk je dan. Maar ja. uh, nee, we overtreden daarin niet het coalitieakkoord. Maar daar ben je met elkaar aan gehouden. Uh, voor zover je daar natuurlijk zelf zin in hebt, daar ben je ja. zelf bij. Maar daar, daar geloven wij nog steeds in. Um, maar alles wat buiten het coalitieakkoord uh, past, daar uh, mag je in principe ook natuurlijk gewoon zelf een standpunt over innemen. Uh, ja. ja, alles mag. Dat zijn nergens dat het niet mag natuurlijk. Nee. Maar het is de vraag of het gebeurt. En je ziet natuurlijk veel, uh, op veel plekken dat dat uh, nou ja, matig gebeurt. Ja. Nou ja, we proberen dat wel te doen. Uh, ja, ja. Zeker met de koers voor de binnenstad hebben we ook uh, een flink amendement ingediend. Ja. Ja. Dus dat, uh... ja, het document werd uiteindelijk niet, uh, niet unaniem aangenomen. Hè. Dus zo breed gedragen was die koers dan ook weer niet. Nee. Is dat dan ook nog, zegt dat u toch ook niet? Of denkt u van business as usual en we gaan door? En... Ja, er zijn ook een aantal oppositiepartijen die die koers wel hebben omarmd. Dus er ja. uh, uh, waren volgens mij maar twee of drie partijen die volgens mij tegen hebben gestemd. Dus, uh, en daar heeft ons amendement denk ik een belangrijke rol in uh, ja. gespeeld. Dus uh, ja, het is een, uh, ook dat ook in de raad is de rituele dans. En ik snap dat je als oppositie moppert op de coalitie. Dat is ook, een, uh, ja. een, een, uh, dat is ook je taak. Ja, nog een, heel even daarover. Want u doet er vrij luchtig over en dat snap ik ook. Maar je moet wel vier jaar met elkaar. En ja. die, als je die verhoudingen niet uh, uh, ook een beetje koestert, dan, dan zijn het zware jaren. Ik ja. denk dat er nu een heleboel raadsleden thuis zitten en denk ik ben blij dat het vakantie is. Pardon, reces. Ja, dat ben ik zelf ook. Maar uh, uh, dat heeft toch een puur met de werkdruk te maken. Die is gewoon enorm hoog. Ja, maar niet alleen. Oh ja, voor u misschien. Ja, ja en nee, even ja. alle raadsleden. Ja. Hè, dat, uh, ik loop inmiddels al uh, sinds 2012 mee in de politiek. Uh, die neemt echt exponentieel toe, die ja. werkdruk en het aantal dossiers. Um, dus dat herkennen we allemaal. Uh, ja, nee, maar dat, ja, of, of dat als oppositielid. Ja, ik denk dat je ook jezelf aan moet kijken. Uh, uh, en, en ver moet zijn in hoe het, hoe het gaat in de ja. politiek. Ja, een oppositie, inderdaad, uh, daar krijg je gewoon minder voor elkaar. Dat heb ik zelf ook meegemaakt heel lang in de oppositie. Ja. En de coalitie lukt er meer. Omdat je uh, uh, makkelijker met elkaar aan tafel gaat. Uh, maar we hebben ook laten zien dat we gewoon graag aan tafel gaan ja. met andere partijen. Dit is in de podcast. Ik hoorde ze juist zeggen, we gaan een beetje in de richting van de van de verkiezingen, dus van de toekomst. Ik hoorde ze juist zeggen, uh, GroenLinks had misschien wel door dat uh, dat, uh, dat de stadspartij beter aanvoelde wat er leefde in de stad. Mm. Um, hoe ga je zoiets inzetten om over twee jaar, als de verkiezingen eraan komen, weer um, zeg maar te gelden te maken, om daar winst mee te behalen? Nee, ik denk dat die, die jongerentak daarvoor heel belangrijk is. Hè. We proberen echt als partij een uh, heel brede vertegenwoordiging ook te zijn vanuit die stad. Ik denk ja. dat dat de basis is van de stadspartij waarin je uh, wat ongewone uh, kandidaten ook op je lijst hebt staan. Ik merk gewoon dat andere partijen toch wel vaak een beetje mikken op wat jongere mensen, wat hoger opgeleide kandidaten die ja. al uh, uh, bijvoorbeeld een studie hebben gevolgd in de richting van politicologie. Ja. We maken het onszelf misschien lastig door ook... Uh, wat mensen te nemen die niet die ide uh, ideale achtergrond hebben, zeg maar. Veel bestuurskunde, veel politicologie, ja. veel uh, ja, beleidsmedewerkers. Ja, nee, bij ons zit het dus echt van HBO tot aan universiteit of MBO zelfs uh, tot ja. universiteiten... Uh, uh, met geen aanloop die uiteindelijk leidt tot de ideale carrière in de politiek. Is maar, dat alleen maar een voordeel? Of is dat ook, kan dat ook nadelen met zich meebrengen? Nee, ja, voor ons is, uh, is dat niet per se makkelijker. We moeten gewoon veel meer tijd investeren om, hmm. uh, om mensen opgeleid uh, te krijgen... Um, maar ik vind dat het wel heel belangrijk is. Uh, om, omdat is uh, uiteindelijk is de gemeenteraad niet een soort uh, uh, club van ambtenaren die uh, in staat zijn om al die dossiers helemaal uh, te doorgronden van A tot Z. Die heb je ook nodig. Hè? Want sommige dossiers moet je echt wel uh, een dossiervreter zijn. Ja. Um, maar je moet soms ook juist dat geluid van de straat ook in de raad weten in te brengen. Je bent uiteindelijk een volksvertegenwoordiging en iedereen wil zichzelf daarin ook vertegenwoordigd zien. En op het moment dat het alleen maar een, uh, een bepaald segment van de samenleving is, dan heb je dat niet. Nee, zou je niet kunnen zeggen, je kunt één keer in naar de vier naar de stembus. Uh, heb maar vertrouwen in je bestuurders en dan uh, we spreken we elkaar over vier jaar wel weer. Dat is ja. blijkbaar niet de manier waarop u daar in naar kijkt. Nee, dat is waar eenmaal, denk ik. Hè? Dat je vroeger <laughs> euh, dacht, nou ik kies een, een chique manier met een, met een duur pak en een hoge opleiding en, mm. een, en een mooie achternaam en dan uh, komt het vast goed. Ik denk dat we de, dat de samenleving veel kritischer kijkt en veel, veel, veel eisender is naar de politiek. En dat hoort ook bij deze tijd. Dat hoort ook bij social media. We weten, we horen ook veel meer van politiek. Je kunt ze ook zelf uh, veel meer rechtstreeks benaderen. Ja. Dus je, je krijgt ook gewoon wel meer contact. Um, dus dat hoort erbij. Ja. Ja. Wat er blijkbaar tegenwoordig ook bij hoort, maar even een zijstapje, is uh, de bedreigingen aan het uh, adres van raadsleden. Um, gebeurt u dat ook? Nou, bedreigingen niet, intimiderende teksten op social media, hooguit, ja, ja. dat, ja of boze mensen op de mail, ja, ja met gescheld en uh, ja, ik weet niet of dat precies, niet een letterlijke bedreiging die uh, waardig is, heb ik nog niet nee. meegemaakt. Nee, maar er zijn wel uh, raadsleden collega's van u die, uh, die daar wel meer last van hebben. Ja. Is dat dus een probleem? Ja, zeker. Nou ja, ik... Uh, als ja, dus we de samenleving ook een spiegel voor willen houden, hè. Meer, hoe meer je dat doet en hoe meer je dat gewoon vip en elkaar, hoe uh, dunner de spoeling wordt van mensen die bereid zijn om in de politiek te gaan. Zou het die mensen die dat soort berichten sturen iets kunnen schelen? Nee, nee. waarschijnlijk niet. Nee. Dus dat is de oplossing niet? Ja, die spiegel nee, voorhouden is altijd goed. Maar... Ja. Nee, ik denk dat je voor jezelf als politicus moet leren om je daarvoor af te schermen en ook te bedenken waar het vandaan komt. Hè. Op social media is zo'n bedreiging makkelijk uit. Op het moment dat je mensen persoonlijk spreekt, dan, dan kom je tot een ander gesprek. Mm -hmm. uh, je moet ook vooral zelf je oor te luisteren gaan leggen... Ja. bij mensen die wel gewoon bereid zijn tot een goed gesprek. En niet alleen maar varen op wat er op social media geroepen wordt. Er zijn ook raadsleden die echt wel reden hebben om aangifte te doen en dat niet doen. Uh, wat vindt u daarvan? Ja, vind ik jammer. Maar ik begrijp het ook wel. Omdat er gebeurt met aangifte zo gewoon heel weinig. Er was laatst nog een artikel in de krant dat er honderden aangiftes zijn... en dan met een hooguit tientallen tot een zaak komen dus heeft het veel zin uh, nou, afgezien ja. daarvan, maar ja, het gegeven dat het wel dat je het kunt doen, ja, je kunt het bijna ik zou bijna zeggen toe als je er geen aangifte van doet. Ja, nee, ik vind dat dan gaan we het eigenlijk normaal vinden met elkaar. Ja. Dus ik zou zeggen, maar doe wel aangifte, maar uh, ik snap wel waarom, waarom het dan misschien loze, een loze inspanning uh, lijkt. Ja, maar uh, ja, we moeten het niet normaal gaan vinden nee. met elkaar. Nee, en vooral denk ik blijven uitspreken en uh, ja, toch ook gewoon. Misschien naar de rol van social media kijken op termijn. Maar goed, daar ga ik zelf dan niet over. Nee, nee. nee. Maar het polariseert wel natuurlijk. Ja. ja we, klopt. we zagen de, de motie over, over Palestina. En uh, dat zorgde. Ja, ik denk toch wel dat je kunt zeggen dat dat polariserend heeft gewerkt. Ook uh, binnen de gemeenteraad. Ja. Uh, Afgezien van het feit dat die motie daar misschien niet thuis hoort, omdat de gemeenteraad er niet over gaat. Maar het heeft wel. het heeft de verhoudingen niet verbeterd. eerder slechter gemaakt. Het heeft de kampen duidelijker gemarkeerd. Je doet er dus als politiek zelf ook mee op die manier misschien ja uh, dat, 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 dat is ook de reden waarom ik opgestapt ben met die motie ja, je, je markeert de kampen maar die kampen zijn er helemaal niet er zijn uh, uh, zoveel uh, uh, tinten grijs zeg maar in zo'n uh, discussie ja, ja. en uh, dat wordt vaak niet, niet toegestaan ja. op social media of ook niet in de, in de gewone media uh, dat je daarin een genuanceerd standpunt inneemt het is of je bent pro-palestina of je bent pro, pro israël en daartussenin zou dan nee. niks bestaan ja, dat is natuurlijk niet waar nee. Nou, goed, na die verkiezingen. Want um, er is een uh, nieuw kit onder blok. Eén uh, Nijmegen. Met een uh, van uh, uw oud-leden in de gelederen. Is dat uh, lastig? Een nieuwe partij? Nee. Al zolang ik meelopen, ontstaan er nieuwe partijen. En uh, verdwijnen er weer partijen. Dus uh, nee, is prima. Voegt u die iets toe? Voor mij persoonlijk niet, uh, nee, nee. Ik nee. snap dat u weet waar u op gaat stemmen voor over twee ja. jaar. Maar ik bedoel eigenlijk meer, er zit Nijmegen te wachten op nog een lokale partij? We hebben natuurlijk de partij van, uh, de partij van Paul Eigenhuizen, uh, gewoon Nijmegen.nu. De Stadspartij is er al een hele tijd. Nog een derde lokale partij? Heeft ja. dat zin? Ik, ik, denk, ik denk dat het zelf heel lastig is. Ik weet zelf hoe moeilijk het is uh, om in zo'n aanloop. Uh, we hebben er twintig uh, jaar over gedaan om deze partij zo groot te krijgen. En er gaat enorm veel energie in zitten mm -hmm. om uh, een goed team uh, te bouwen. Uh, dat zien we ook bij een andere lokale partij natuurlijk, die daar ook wel een beetje mee worstelt, uh, merk ik. En ik snap dat, want het is echt heel, heel moeilijk. Het uh, moet maar net op zijn plek uh, vallen. Maar ja, uiteindelijk moet we dat beoordelen op inhoud. Als we nee. ongeveer hetzelfde standpunt hebben als al die andere partijen, dan voegt het natuurlijk niks toe. Nee, nee. nee nou, ik, ik heb er nog niet zoveel van gezien. Uh, maar um, ik heb de indruk dat het niet hele briljante nieuwe inzichten biedt tot nu toe. Maar, nee, ja, ik heb, ik heb weinig inhoudelijk weinig inhoudelijk van ze gezien, dus ik ben heel benieuwd naar het verkiezingsprogramma. Ja. Ik heb ergens gelezen dat dat binnenkort al komt, dus uh, ja, gaan we het zien. Ja. Ja. Je hoort dan heel vaak op sociale media dan maar weer mensen zeggen, uh, die drie partijen moeten samenwerken. Eén grote lokale partij. Ja. Dat is het antwoord, zou ja. ik denken. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Ja, ja. ja mensen zijn altijd welkom om bij <laughs> ons aan te kloppen. Dus nee, dat ja, dat was gewoon niet mij. de vraag. Want, ja. Nee, maar zonder gekheid, uh, zou het niet beter zijn om, uh, om een aantal verschillende te zijden te schuiven dan echt een grote lokale partij te worden? Ja, dat weet ik niet. Dat hoor ik bij die andere partijen nou nooit. Ik uh, denk ook dat er altijd wel ruimte is voor verschillende lokale partijen. Um, hoeft niet, ik denk niet dat Nijmegen zo uh, klein is dat er maar ruimte is voor één lokale partij per se. Uh. Nee. nee. Maar misschien wel voor één grote lokale partij. Ja, nou ja, dat is Stadspartijen uh, Nijmegen. Ja dat is, ja, dat is waar. Tot nu toe, in ieder geval wel. Um, in 2026 staat u dan ook weer op de kieslijst? Ja. ja? ja. Dat, dat is al uitgemaakt? Nou ja, dat is nog Althans, niet binnen de partijen. Wat u betreft. <laughs> ja, wat, wat mij ja. betreft. Ja, nee, we hebben natuurlijk gewoon een bestuur- en een kandidatencommissie. Ja. En die gaat daar uh, uiteindelijk over. Uh, maar ik ga me we wel weer uh, ja. daar uh, aanmelden. Ja. Ja, en ook als toe. fractievoorzitter misschien? Na zoveel jaren is een keer een ander gezicht aan de top. Dat durf ik nou nog niet te zeggen. Nee, dat is ook echt aan de kandidatencommissie hoe ze het samenstellen. In principe is de lijsttrekker straks ook de gedroomde fractievoorzitter, uh, ga ik vanuit. Uh, ik ben de wel vice-fractievoorzitter, dus op het moment dat Wendy Grutters, ja. uh, uh, onze fractievoorzitter, nu wegvalt, ja. dan uh, zit ik op haar plek. Dus uh, een gekke gedachte is het niet, maar ik ben daar nu nog niet zo mee bezig eigenlijk. Nee, nee. nee maar je ziet natuurlijk wel een beetje in uw rol in de fractie en uh, ook, uh, ook uh, een waarnemer voor, uh, voor het was als zij er niet is. Zou wel staan, zou je denken, toch? Ja, oh, ja, 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 ja als ik zelf uh, 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 als ik gevraagd word, dan zou ik het doen. Dus dat zou graag zijn als ik... Uh, zelf daar niet goed vind staan, maar ja. ik ben in ieder geval wel uh, uh, ervaren genoeg om het aan te kunnen. Ja, ja. Maar het is een zware taak, uh, merk ik ook. Ja, de fractievoorzitters uh, ja. Ja, we zien natuurlijk ook gewoon in de raad dat er uh, veel uitval uh, is. Het uh, heeft ook alles met die werkdruk te maken. Die is voor ieder raadslid enorm hoog, ook voor fractievolgers. Maar voor fractievoorzitters is die ja. nog wat groter. Ja. Ja. ja, er zijn er nu drie hè, geloof ik. raadsleden die thuis zitten. Ja. ook wel alarmerend eigenlijk, hè? Ja. Het heeft ook deels met persoonlijke omstandigheden te ja. maken. Maar uh, die werkdruk helpt daar niet aan mee. Nee, Precies. nee, nee, nee. Ja. nee. En wethouder Thomas, is dat nog een optie? Zou ook kunnen, ja. Zou ook Als je die kunnen. kans krijgt, dan uh, ja, lijkt me dat een mooie taak. Okay. Ja. Was die kans de afgelopen keer niet? Of heeft hij hem toen niet... Uh... Ik, uh, ik heb daarvoor bedankt, want ik heb nog een, een, een gezin. Ja. En daar gaat veel tijd uh, in zitten. En uh, ik vind dat je daar op een gegeven moment ook in je privé-situatie klaar voor moet zijn. Want ja. uh, raadslid uh, zijn kost veel tijd, maar wethouder zijn uh, nog iets meer. Ja. Dus uh, dan ben je ook veel minder thuis. Maar over twee jaar heeft je nog steeds een gezin. Ja, dan is wel weer ouder. Dat is waar. Ja. Ja. Goed, um, afrondend. Uh, in ieder geval spreek ik met een raadslid, Thomas, over twee jaar. De wethouderspost is een optie. Het verkiezingsprogramma is nog niet in de maak, gok ik. Hoewel, misschien zijn er hier en daar al wel wat krabbeltjes die gezet worden met inzichten. We zijn al bezig met voorbereidingen voor de verkiezingen, maar de inhoud, de invulling van kandidatenlijst ja. en het gaat allemaal volgend jaar gebeuren. Goed. Ja. Wat ben ik nou vergeten te vragen? Moet hmm. vraag? Dat weet ik niet. Oh, ja, maar is dat je trots je een moeilijke vraag? <laughs> nou, vanuit waar ben je trots op? Nou ja, dat ook, ik ben vaak wel trots op de dingen die dan net minst, minst de minste media halen... of minst de minste discussie genereren. De vloeren zijn nu. Ja, precies. Mijn portefeuilles zijn de ruimtelijke uh, dossiers allemaal. We zijn dit jaar volop bezig met die omgevingsbed. Nou, helemaal niet zo spannend en sexy om daar heel vaak over te hebben. Wel belangrijk. Ja, zeker. Ja, want ik vind het juist belangrijk dat je als politiek ook uh, werkt aan een visie op je stad. Vanuit daaruit ook redeneert. Uh, we hebben bij de Omgevingsvisie afgelopen jaar een keer stilgestaan... en daar een motie ingediend over uh, ruimtelijke rechtvaardigheid. En ik was wel blij en uh, mooi om te zien dat die raadsbreed uh, steun ja. uh, kreeg. Het is nog heel even kort, want het klinkt heel poëtisch. Maar ja. wat houdt het in, ruimtelijke rechtvaardigheid? Nou, Er zijn een paar grote zorgen uh, in deze stad... Die, waarvan ik vind dat die veel te weinig aandacht krijgen. En dat is met name de verdeeldheid, uh, uh, die soms ook fysiek uh, tastbaar is. Hè? Dus hier uh, een beetje tussen Oost- en West-Nijmegen... Daar heb je een heel andere leefwereld. Uh, maar het zit ook bepaalde uh, bevolkingsgroepen, met name uh, senioren, die uh, kwetsbaar zijn alsof door de gevolgen van vergrijzing. Daarin zie je een grotere tweedeling, dat als je straks een dikke portemonnee hebt, kun je je zorg makkelijk regisseren. Uh, maar er is ook een hele grote groep die dat niet gaat lukken nee. en waar het personeelstekort echt schrijnend gaat zijn. Nee. Dus die, uh, die, 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 die dreigende tweedeling of de tweedeling die, die nu al is, die moeten we veel meer ruimtelijke ingrepen. Als prioriteit nemen. Dat klinkt dan heel abstract. Mm -hmm. uh, maar ik vind het moment dat we uh, uh, als stad bijvoorbeeld staan voor een mobiliteitstransitie. En we tegen bepaalde mensen zeggen, je mag straks niet meer een brommer. Waar we overigens tegen waren. Maar het brommerverbod. Uh, je, we verwachten dat je minder vaak de auto pakt. Maar alternatieve uh, vervoersvormen gebruikt. Dan zou ik veel eerder investeren in openbaar vervoer. In wijken uh, waar het gewoon veel lastiger is om uh, uh, yep. te investeren in, uh, in een dure elektrische auto. Of in. Uh, alsmaar met het openbaar vervoer. Um, uh, dan moet je daar investeren in dat het openbaar vervoer ontzettend laagdrempelig ja. is en betaalbaar is. Eigenlijk ook zo'n onderwerp waarvan Je denkt dat zou al lang geregeld kunnen zijn. Is dat dan eigenlijk niet geregeld? Zou je, je dan kunnen afvragen? Nou, het heeft wel aandacht, maar we krijgen nu de kans om net een omgevingsvisie vast te leggen en dat echt als leidend principe te ja. nemen bij alles wat we doen. Ik vind dat we in de stad hebben ontzettend veel geïnvesteerd ruimtelijk in het waalfront en waalsprongen. Dat was ja. 20-30 jaar lang dat had dat alle prioriteit. Uh, we gaan nu veel meer uh, bouwen binnen de stadsgrenzen. Uh, als je niet oppast, dan hebben we weer 20 jaar lang de focus op alleen maar op station en winkelsteeg liggen. En vergeten we de bestaande stad. Hm. En uh, ik denk dat het nu tijd wordt om daar gewoon weer eens beter naar te kijken. Als je ruimtelijk gaat uh, investeren. Ja, Dank wel. En tot zover deze aflevering, de zomeraflevering van Twee weken praat ik met cda raadslid Dilano van Luik. Met hem ga ik praten over wat zijn ambities zijn, hoe hij kijkt naar de afgelopen twee jaar. Tot zover deze aflevering, dus. Redactie en productie in handen van Rob Jaspers en mezelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek David van Haren, audio-nabewerking Thijs Jacobs. Dit is in de podcast.